De wedstrijd Heerenveen-Groningen staat beter bekend als de derby van het noorden. Van de tot dusver 21 thuisduels wist Heerenveen maar liefst 16 keer te winnen. En daarmee is Groningen de tegenstander tegen wie Heerenveen de meeste thuisoverwinningen pakte in de Eredivisie. De Oosterburen wonnen 3 keer de derby in Friesland. En dat betekent dat de wedstrijd slechts 2 keer in een gelijkspel eindigde. Het doelsaldo is dan ook in het voordeel van de Friesen, met 45 goals voor en 20 tegen. Slechts 1 keer werd er niet gescoord. In 2001 eindigde de wedstrijd in 0-0. In 1991 werd de derby van het noorden voor het eerst in de Eredivisie gespeeld. Heerenveen wint de thuiswedstrijd met 4-2. 3 jaar later, in 1994, is de derby van het noorden de eerste officiële wedstrijd in het Abellenstra Stadion. 13.200 toeschouwers hier in dit stadion rechtop. Goed, zoals hij die bal naar zijn linkervoet laat doorrollen en dan dat schot tegen de lat. En dan weer Sion. Dat strafschop natuurlijk. Een fout daar van Oosterveer. Lamy in het doel en hij stopt die bal. Huizing, goeie lop. Rechtop. Rechtop, weer met links. Fijn balletje over Roorda heen op de lat. Toch wel een lekkere voetballende ploeg daar. Sier. Zwak van Roorda, zou je ook kunnen zeggen. Is wel een doelpunt in de 42e minuut. Vrije trap in de 71e minuut. Rechtop. 2-0 voor Heerenveen. In dat nieuwe stadion staat de thuisclub in dit eerste competitieduel door deze treffer van rechtop dus op 2-0. En dat tegen Groningen dat nog geen geheel vormt. De grootste overwinning op Groningen boekt Heerenveen in 2005. En lastig indraaiend in de goal van Huntelaar. En dan is het zijn 50ste doelpunt in het betaalde voetbal. En de 1-0 al heel snel voor Heerenveen. Een makkelijke vangbal voor Waterman. De counter is snel. Roorda is op tijd. Bosveld kan het van heel ver proberen en doet het uitstekend. Die bal gaat erin. Wat een prachtige goal van Paul Bosveld. Hij was zijn doel uit. Huntelaar is voor het doel. Hildirim zet voor. Matthijs en Huntelaar. Prachtige goal. Het is een wedstrijd met de mooiste doelpunten. Was het voor rust Bosveld die het al zo schitterend deed. Nu Huntelaar met zijn tweede. Samaras. Zo er langs bij Matthijs. Samaras prachtig langs de doelman. En oh, uit een onmogelijke hoek krijgt hij hem erin. En zo scoort de man die zo vaak scoort als invaller. De wedstrijd tussen Heerenveen en Groningen begint zondag om 2:30.